De 23-jarige basketballer Bart van Schaik heeft een nieuwe club gevonden. Zo'n 10 jaar speelde hij voor de basketbalclub Zwolle. De Urker zat de laatste jaren bij de selectie, maar moest vertrekken. Na de zomer komt van Schaik in actie op het hoogste niveau bij Joost United uit Bemmel. Ik ben op gesprek geweest met die coach en de assistentcoach en met natuurlijk de staf. En dat gesprek sprak me echt heel erg aan. De doelen die ze hebben voor mij en voor het team en voor de organisatie, het is eigenlijk waar ik naar op zoek was. Dus ja, na dat gesprek was eigenlijk wel duidelijk dat we met elkaar verder wouden. En vrijwel een week daarna heb ik daar officieel getekend. Wat zijn de doelen, wat hebben ze voor ogen met jou? Ze willen mij gaan ontwikkelen, nog meer tot een echte vaste waarde in de Eredivisie. En daarbij hebben ze ook Mike Schilder en Mac Bruining van Landstede Hammers en vanaf Rotterdam meegenomen. En die gaan mij daar ook in ondersteunen samen met de coachingstaf. En als team hebben we het doel om gewoon de organisatie nog meer te laten groeien en nog meer bekend te maken in Nederland zelf. Ook jezelf dus doorontwikkelen. Wat moet er nog beter bij jou? Ja, alles kan natuurlijk beter. Maar ik denk dat het vooral ervaring is. En mijn pick-and-roll aanval kan beter. En nou, Mac Bruining en Mike Schilder zijn er heel goed in. Dus die kunnen mij daar heel veel in leren, denk ik. En daar heb ik heel veel zin om daarmee aan de slag te gaan. Zwolle was einde verhaal. Waarom moest je daar weg? Ze wouden iets nieuws gaan beginnen. Gewoon helemaal opnieuw beginnen. Want ze hebben nu twee spelers gehouden die er langer bij zaten. Ralf de Pachter en Niek van der Plas. En nou ja, eigenlijk is de rest van het team vrijwel nieuw. En nou ja, vanuit mijn kant was het denk ik ook wel tijd om de volgende stap te maken, zeg maar. Want ik heb daar nu in totaal 10 jaar gezeten, waarvan 5 jaar bij het eerste. En nou ja, op een gegeven moment, ja, het liep een beetje dood voor mij, zeg maar. Dus ik was op zoek naar iets nieuws, nieuwe ervaring, nieuwe groep, nieuwe mensen. Om zeg maar nog meer in mijn comfortzone te stappen om te groeien als basketballer.